Het is vandaag woensdag 30 januari. Het is gigantisch hard aan het sneeuwen. Allee, niet hard aan het sneeuwen, er ligt gewoon heel veel sneeuw, dat wou ik zeggen. Ik moest vanmorgen normaal gezien stage doen op school. Maar ik zag het echt niet zitten om met mijn autootje door dit weer te sleeën, te schaatsen, te rijden, als je dat zo kunt noemen. Dus ik heb vanmorgen wel voor school kunnen werken. En ik had afgesproken met mijn oom om te lunchen samen. Dus ik ga daar naartoe, maar ik ga te voet gaan. Ik denk dat dat het safeste is. En we gaan naar Love of zoiets. Love. Het is echt al lang geleden dat ik mijn oom gezien heb. Ik denk van een jaar geleden. Ja, ik denk het. Dus ik ben wel super excited om haar te zien. Ik ben ondertussen thuis van de lunch met Manon en we hebben dan nog wat fotootjes getrokken. En daarna ben ik naar mijn feedback gegaan van mijn taak. Ik heb wel klein shoppingsje gedaan. Ik heb maar 3 dingen gekocht hoor. Heel braaf geweest. Dus ik ga die jullie vlug tonen. Kijk, zie hoe bleek dat mijn haar uitkomt. Daarnet ook als we foto's aan het nemen waren, kwam het super bleek uit. Maar ik weet niet hoe dat komt dat nu plotseling zo bleek lijkt. Maar ik ben eventjes naar de Bershka geweest. En ik ben echt verliefd geworden op dit truitje. Dus het is eigenlijk gewoon lichtgrijs met witte streepjes. Super, super zacht stofje. Maar de achterkant is zo. En dat vind ik heel, heel pretty. Dan heb ik... ik heb deze sjaal gekocht. Ik heb hem al in het zwart van de Bershka. Die is 15 euro. Maar ik zag hem nu ook hangen in het grijs. En aangezien ik die sjaal zo... leuk vind en zo mooi, dacht ik, grijs, waarom niet? Ik draag zoveel grijs, dus dat past dan wel op een van mijn andere outfits als zwart een keer niet past. Dus ik heb al 1001 jassen. Ik denk dat 50% of allee, bakt 40% kaki of groen is. Maar ja, ik had er nog niet genoeg. Dus ik heb mij nog een kaki-achtige groene jas gekocht. Maar al mijn jassen die ik heb, zijn allemaal verschillend. Oftewel zijn ze een ander kleur, oftewel zijn ze een ander type. Ik heb geen enkele jas die echt gigantisch op elkaar lijkt. Of nu bijvoorbeeld deze is zo een, ik noem dat een Michelin vestje. Dat is zo, ja, Michelin-achtig. Maar het is nog een keer een deftige jas met een kap aan. Voor als het een keer kou is, maar ik wil er toch wel een beetje deftig uitzien. En deze was nog €12,95 denk ik. Dus die was in de solde. Die kwam van een €20. Dus ik denk dat ik daar wel nog een mooi koopje mee gedaan hebt. Dat waren de 3 kleine dingetjes die ik heb gekocht. Ik dacht ik toon jullie dat even. Ela! De camera beweegt vanzelf. Omdat er een dik zakje naast gaat zitten. Dus. Hallo? Zoals dat jullie zien aan het interieur ben ik nog eventjes bij mijn ouders. Het is ondertussen donderdag en het is 4 uur, ongeveer 4 uur in de namiddag. Ik heb vanmorgen al goed voor school gewerkt. Dan ben ik naar een infosessie over hormonen en de oorzaak over hormonen. En of die eventueel oorzaak zijn van kanker en waarom en zo. En dat was wel heel interessant. Maar ondertussen ben ik hier bij mijn ouders langs huis gepasseerd. Ze zijn wel niet thuis. Maar er was een pakje toegekomen en het leek mij leuk om dat met jullie open te doen. Hier ligt er ook mega raar. In Gent is bijna alle sneeuw al gesmolten en hier ligt het gewoon vol. Ik heb zelf geslipt op de oprit, maar gewoon heel de tuin is hier nog besneeuwd. Dat is crazy. Dan leek me dat wel leuk om dit ook even te delen. Dat is Omnivit Stress Resist en voor mij helpt dat heel erg. Dus ik vroeg mijn mama om een keer te vragen bij de apotheker of dat ik eventueel iets kan nemen voor extra vitamine, waarbij dat ik zo wat wakkerder ben op een dag. Vroeger, als ik examen zat, nam ik biocuur. Dat was om uw geest en uw wat dinges wakker te houden en de vermoeidheid te verminderen. En ik had Omnivit ook een keer meegekregen op een evenement van 5TV. Ik weet niet meer welk programma het was, maar
En ik heb dat af en toe gebruikt. En ik had wel echt het gevoel dat ik, als ik dat nam, gefocuster was op de dag. En dat ik eigenlijk een productievere dag had. Omdat ik minder vermoeid was. En ja, ergens was mijn hoofd zuiverder en gefocust. Ik noem het wel stressresist. En dat is nu niet echt dat ik altijd stress heb als ik dat neem. Maar ik denk dat ik dat wel regelmatiger ga nemen. Want het op zich is het gewoon een voedingssupplement. Ik denk niet dat ik er echt kwaad mee kan. En het is mijn magnesium afkomstig uit de zee, vitamine B6 en vitamine B9. Ik ga wel wat meer op zoek een keer beginnen doen rond vitamine. Omdat ik wel merk dat deze heel goed werkt voor mij. En misschien heb ik nog andere voedingssupplementen vinden om dan aanvullend te nemen bij mijn dagelijkse voeding. Maar dus het spannende pakje. Dus het pakje is van Zinzi. Dus uurwerken en sieraden. En checkt wat een pretty doosje al. Dus ik mag daarmee samenwerken voor een Valentijnreeks. Maar toen ik hiervoor geselecteerd was, was ik zo blij. En echt ook, het is volledig mijn ding, die uurwerken. Het is zo, zo, zo pretty. Dus deze zaten erin. En I'm so in love. Oh my god. En ook heel handig. Je kunt deze dus afstellen op je eigen maat. Het is al even geleden dat ik gefilmd heb, want het was heel druk met school. Eventjes mega in shock. Van de zomer hadden Gilles en ik tuinmeubeltjes gekocht. En mijn mama zei, pas er mee op. Bedek ze goed in de winter. Want ze verslijten redelijk snel. En nu zie ik pas dat ze eigenlijk al kapot zijn. Even. Als je die witte strepen ziet. Dat wil zeggen dat er verschillende schilfers van gegaan zijn. Oh my god, this is so sad. Dat is echt sad. Oh my god. Het is echt extreem. Is dat met de sneeuw? Waarschijnlijk. Allee. Oh. Goeie tip. Luister altijd naar de raad van je moeder. Misschien dat we ze kunnen fixen met een soort vernis of zo. Maar. Dus, maar. Ik was dus aan het zeggen. Even tussendoor. Ik was dus aan het zeggen dat even geleden was dat ik gefilmd heb. Omdat ik heel veel deadlines had. Het is al wat busy geweest. Maar vandaag wou ik zeker filmen. Want ik ga naar een officiële... Want ik ga naar een officiële opening van een nieuwe winkel in Brugge. Ik denk dat het Blijs Boutique noemt. Ik heb namen. Dit is Outfit of the Day. Vond ik wel nog een cute look. En met dat overdag is, kunnen we nog even shooten. Manon en ik, dus dacht ik ga even een iets fashionablere outfit aandoen. Allee ja... mijn sokken zitten niet gelijk. Maar dus, ik heb mijn boots aan van Pull & Bear. Sokken, gewoon simpele zwarte over de knie sokken van de H&M. Dit is een khaki velvet rokje van de Primark. Wel al eventjes geleden, denk ik al 2 jaar geleden of zo. Maar ze hermaken een soort gelijke, bijna elk jaar. Dan dit truitje is zo wat cropped up. Een zwart met zo'n losse mouwtjes is van Naked. Kettingje van Naked. Bril Calvin Klein, want daar krijg ik ook veel vragen over. En die jas is ook van Primark.
ben ondertussen terug thuis van Brugge en van Blijze Boutique. Echt super, super mooi winkeltje zoals dat jullie kunnen zien in de beelden. Jullie hebben ook gezien wat ik allemaal gepast heb en ik vond het ook echt allemaal heel mooi. Maar ik heb maar twee dingetjes mee. Eén ding dat jullie zelf niet gezien hebben. Dit wel. Dat hebben jullie gezien dat ik deze heb aangedaan. Dat was dus dat wit blouseje met zo ja, bloemachtige dingen. Je ziet nu niet super goed op beeld. Maar ik vond het gewoon eens leuk om zo'n heel speciaal chic blouseje te hebben. Voor bijvoorbeeld een skinny jeans. En ik heb wel enkele skinny jeans, dus dat gaat zeker passen. En nee, ja, ik vond het iets heel leuk hebben. En dan heb ik een paar schoenen mee. Want ze zijn zo stoer en zo cool. En dat zijn deze. Ik vind ze mega cool. Ik vind ze echt nice. Ze zitten ook heel goed. Ik heb wel een maatje 36, want ze zitten wel aan de grote kant. Dus ik raad aan, als je eens in Brugge bent, om zeker langs haar winkeltje te gaan, langs Blijze Boutique te gaan. Want ze hebben zo mooie dingen. En het is gewoon een heel schattig winkeltje. Heel lief meisje, laat het weten. Ik heb normaal ook een code voor jullie. Maar die weet ik denk ik nog niet.